gasten, Gameboos hier, welkom bij een nieuwe video. Vorige week had ik een nieuwe soort van serie ingeduid, dat ik namelijk een soort van ik test jouw deck aflevering doe. Maar voor elk potje die ik verlies, doe ik een 10 euro gift card giveaway. En vorige keer had ik één keer verloren, dus dan deed ik één keer een 10 euro gift card giveaway. En de winnaar van vorige video is Simon Delmont. Hij heeft gereageerd onder mijn Instagram foto. Dat is ook het enige wat je moet doen om kansen te maken dan op zo'n giveaway. Ik stuur je wel een berichtje via Instagram en dan handelen we daar verder af. En dat is dus hoe ik het elke keer ga doen. En als ik 3 keer verlies, komen er dus 3 winnaars. En om kansen te maken moet je me volgen op Instagram en even een berichtje achterlaten onder de laatste foto van yo, ik doe mee met de giveaway. Maar laten we maar gaan beginnen. Het eerste deck die ik nu ga testen is van Juventus Army. In ieder geval, zo heet hij op YouTube. En zo ziet zijn deck eruit. Best wel een redelijk goed deck met gewoon 3 legendarische kaarten. De Mega Ridder, de Stam en nog de elektrische tovenaar. Dus dat zijn best wel goede legendarische kaarten. En natuurlijk daaromheen ook wat kaarten. We gaan gewoon lekker spelen. Dit doen we in klassieke uitdaging. Ik speel met 3 verschillende decks. En dan spelen we gewoon 3 potjes. En voor elk potje die ik verlies doe ik dus een giveaway. Het kan dus zijn dat ik soms gewoon 3 keer verlies. Dat ik 30 euro giveaway doe. Het kan soms dus ook zijn dat ik gewoon eigenlijk bijna niks weggeef. Omdat ik gewoon alles win. Dus dat verschilt een beetje per aflevering. Maar ik denk dat ik dit potje wel ga winnen. Want ik zie dat mijn tegenstander een musketier heeft van level 6. Volgens mij dat is lager dan het minimum level wat je moet hebben. Oeh, joh, hij heeft nu al zappies. Dat is wel sick. Weet je, ik neem deze video op en de update is echt net uit. Dus dat betekent dat hij die zappies echt net heeft. En ze zijn volgens mij ook level 1 die zappies die hij heeft. Dus dan zijn ze nog niet heel goed als je het mij vraagt. Hier even een elektrische tovenaar neerzetten. Dan kan hij daar verder geen damage doen. En het valt me trouwens wel een beetje op. Ik heb niet echt goed de linkerkant verdedigd. Want daar heeft hij nog best wel wat damage kunnen doen. Even een babydraak weer neerzetten. Wat gaan we verder doen? Verder doen we wel even niks. Misschien dat die babydraak een paar hits kan doen. En dan ga ik denk ik zo meteen een horde gunsteling attack doen. Samen met een hogrider. Dat zijn wel chille aanvallen in ieder geval. Dat vind ik zelf. Moet ik natuurlijk wel eerst genoeg elixir hebben. Al trouwens laat maar. Ik zet hier wel even een mega ridder neer. Anders kan hij daar veel te veel damage doen. Holy shit, die mega ridder was daar wel eventjes heel overpowered. Hier nog even een musketier achter. En dan denk ik dat ik nu wel behoorlijk wat damage kan doen. Die vleermuizen zijn op zich wel goed ingezet. Maar gelukkig staat mijn musketier erachter. Die kan ze allemaal redelijk snel doodmaken. En misschien dat ik zijn toren nu wel neer kan halen. Nog maar een paar hits. Oké, ja, dit komt goed. Nice. Eerste toren neer. En dan denk ik dat ik het eerste potje in ieder geval wel ga winnen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ik alles ga winnen. Wat zou ik nu doen? Ik doe wel een Hog Rider hier. Zetten we een horde gunstelingen achter. En dan hoop ik dat hij geen pijlen of zo heeft. Want daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet achter gekomen. En als hij nu niks doet, dan heb ik sowieso zijn toren neer. Oké, misschien heeft hij het al opgegeven. Ik heb geen idee. Maar ik ga nu in ieder geval voor de 3 kronen. Oké, dit ging tamelijk makkelijk. Wat een lekker deck was dit. Dit is echt niet normaal. Gewoon binnen no time 3 kronen gewonnen. Weet je, dit deck krijgt sowieso een goed beoordeling. En dit potje hoef ik dus geen 10 euro giveaway te doen. Trouwens, ik vind het helemaal niet erg om giveaways te doen. Maar als je elke keer 3 potjes verliest, dan kost het elke keer 30 euro. Dan wordt het wel veel. Maar 1 of 2 keer verliezen, dat vind ik wel oké. Maar 3 keer verliezen niet. Maar nu even snel dit deck beoordelen. Ik vond het een chill deck. Heel makkelijk, 3 kronen. Dus ja, ik moet wel nog cijfer geven. Want het speelde gewoon geweldig. Dus daarom krijgt dit deck als cijfer een 9. Maar dan gaan we door naar het volgende deck. En dit deck is van Amy. En zo ziet haar deck eruit. Ook met Hog Rider en Horde Gunstelingen. Maar daarnaast compleet anders. Ja, trouwens ook een babydraak. Maar een prins en een hogrider zijn een beetje soortgelijke kaarten. Dus ik ben benieuwd hoe dat speelt. Geen legendarische. Maar we gaan gewoon lekker spelen. Ik denk dat het nu wel iets lastiger gaat worden. Ik ga natuurlijk wel mijn best doen. Ik doe altijd mijn best. Ik wil natuurlijk gewoon winnen. Maar we zullen gewoon zien of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Veel succes tegenstander. Hij wenst mij ook succes. Dan ben ik natuurlijk wel zo aardig om even succes terug te wensen. Hij begint met skeletten. Nou, daar weet ik niet zoveel wat ik daartegen moet doen. Ik zet ook wel even een tovenaar neer. Wat zou ik nu doen? Dan zet ik hier wel even een mini-pekka voor. Hij zet daar gif in, maar die zet hij daar eigenlijk net te laat neer. Want al mijn troepen die overleven het gewoon. Oké, hij heeft nu al wel een probleem. Ik denk dat ik nu al bijna zijn toren neer kan halen. Ja, what the fuck, jongen. Dit gaat wel heel makkelijk op deze manier. Nou, ik krijg net niet zijn toren neer, maar het scheelde niet veel. Even een vang. Oh nee, ik bedoel babydraak. Shit.
Oké, dit was wel een beetje dom. Ik dacht even, ik doe even tactisch. Ik zet daar een babydraak neer. Maar in plaats daarvan zet ik een Hog Rider neer. Waardoor die toch nog best wel wat damage kan doen. Gelukkig niet zoveel als wat ik bij hem deed. Maar dan alsnog. Het had beter gekund, deze verdediging. Maar ja, daar kunnen we niks aan veranderen. Trouwens wel grappig. Al mijn troepen die ik nu heb, zijn allemaal 5 elixir. Maar krijg ik trouwens met mijn babydraak storen neer nog 1 hit? Ja hoor. Dat lukt me nog maar net. En volgens mij zijn zijn troepen, ja inderdaad, zijn troepen zijn net niet op het goede level, zeg maar, voor uitdaging. Dat betekent, ja, ze zijn er allemaal bijna net 1 onder. Dat is voor mij echt veel makkelijker verdedigen. Hier even een mini-packer neerzetten. Kan ik daar redelijk snel daar de boel verdedigen. Hier nog geen varkensruit voor die tovenaar. Gaat dat nog goed? Ja, dat gaat net goed. Dat is wel chill dat hij er dan overheen springt. En dan, kom op, wat ga ik nu doen? Ik doe trouwens best wel weer wat damage. Maar mijn tovenaar overleeft het helaas niet. Maar ik ga dit potje ook sowieso winnen. Dus dan gaat het van het laatste potje afhangen of ik nog een giveaway ga doen deze video of niet. Maar trouwens, ik doe sowieso elke week 1 zo'n video. Dus mocht ik nu geen giveaway doen, dan is er volgende week natuurlijk gewoon weer een kans dat ik het wel ga doen. Even barbarie neerzetten om die troepen daar even af te leiden. Dan kan die daar verder ook geen damage doen. Zetten we hier even een prins voor. En dan probeer ik nu gewoon even de 3 kronen te halen. Zo chill zijn. Moet dat natuurlijk wel gebeuren. Oh shit. Mijn tovenaar die komt eigenlijk net te laat. Maar ook weer net op tijd. Doe nog even een varkensruiter erbij. En dan hoop ik dat ik nu zijn toren neer kan halen. Weet je, ik laat hem gewoon bij mijn toren zijn gang gaan. Ik wil gewoon even voor de 3 kronen gaan. Dan doen we hier nog even een mini pekka. Om daar nog een beetje extra te verdedigen. En dan hebben we bijna zijn toren. Nog 1 of 2 hits. En ja hoor, weer 3 kronen. 2 potjes achter elkaar. 3 kronen met gewoon dekken. Waar ik gewoon nooit mee speel. Het is best wel bijzonder als je het mij vraagt. Maar dit deck gaan we dus ook beoordelen. En aangezien ik hier ook best wel makkelijk met 3 kronen heb gewonnen. Ja, ik vond het wel net iets minder chill spelen. Maar het heeft geen 1 legendarische kaart. En dan win ik alsnog makkelijk met 3 kronen. Maar de levels van mijn tegenstander waren ook wel wat minder. Maar dit deck krijg ik als cijfer een 8,5. Ik vond het erg fijn spelen. En dan gaan we nu door naar het laatste deck. En dit deck is van S. Raver Videos of zo. In ieder geval, zo ziet zijn deck eruit. 1 Clash Royale weer. Dit is echt een compleet ander deck. Met een prinses en Inferno draak. 2 legendarische dus. En verder Goblinton vind ik wel chillen de kaart. We zullen gewoon zien. We gaan gewoon lekker spelen. En we gaan ook kijken of ik deze ook weet te winnen. Dat zou wel baas zijn. Als ik gewoon alle padjes weet te winnen. Aan de andere kant zou het misschien voor jullie iets minder baas zijn. Maar daar komen we vanzelf achter. Want ja, ik vind het natuurlijk wel nice als ik alles win. Maar dan is het natuurlijk geen giveaway. Ik doe denk ik hierna een Hog Rider. En een Goblinton. Die zet ik erbij. Waarom zet mijn tegenstander niks in? Dan wordt het wel heel makkelijk. Of what the fuck? Ik denk dat hij gewoon niks doet. Oké, nou dan tel ik dit potje niet mee. Dan doen we hierna gewoon nog een potje. Want ja, nu haal ik sowieso wel de 3 kronen. En dan hoef ik inderdaad nog maar een paar hits te doen. Ik denk dat hij een andere uitdaging wil. Dat hij daarom mij gewoon laat winnen. Ja, dit is wel heel makkelijk. Boom, dit was echt wel binnen no time 3 kronen. Maar dit tellen we niet mee. We gaan gewoon opnieuw een potje doen. Maar dan heb ik nu al wel gewoon 3 keer gewonnen. Dus dat is wel nice. Maar een nieuw potje. Dan hoop ik nu dat ik wel een tegenstander heb die gewoon zijn best doet. Die gewoon gaat spelen. Want dan, anders zou het wel heel debiel zijn. Als ik de hele tijd tegenstanders tref die gewoon niet spelen. Ik begin wel met een Inferno draak. Het is wel een beetje kut. Ik heb niet echt kaarten die ik ervoor kan zetten. Deze tegenstander zet tot nu toe ook nog niks in. What the fuck? Oké, nou dan hebben we weer een tegenstander. Hadden we weer even de 3 sterren. Oh ja, hij doet wel wat. Oké, hij doet wel wat. Ik dacht eventjes, hij doet helemaal niks. Maar uiteindelijk blijkt dat wel zo te zijn. Maar ik heb nu wel zijn toren neer. Oké, dit deed hij niet te goed als je het mij vraagt. Die barbaren laat ik wel even voor wat het is. Ik doe nog wel een Hog Rider erbij. Wat zullen we verder doen? Ik kan nog even een Zap neerzetten. Zap. En dan doen we hier. Hij verdedigt uiteindelijk wel redelijk. Maar dit ging wel echt weer heel makkelijk. Dit is echt niet normaal. Waarom zijn de tegenstanders die ik vandaag tref zo gigantisch slecht? Het slaat echt helemaal nergens op. Weet je, ik vind het ook wel leuk om 1 giveaway te doen. Maar als het zo makkelijk gaat, dat slaat ook nergens op. Ik laat die bandiet wel even mijn toren neerhalen. Dan ga ik gewoon in 1 keer zo meteen bam, 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 bam voor zijn hoofdtoren. En dan probeer ik dan gewoon de 3 kronen te halen. Ik zet hier even elite barbaren neer. Om die battle run neer te halen. Dat gaat ook makkelijk gebeuren. En dan gaan we daarna een zieke aanval doen voor zijn hoofdtoren. En dan, wat zou ik hem achter neerzetten? Ik zet er wel een ballon bij. Oh shit, ik zet hier wel even een prinses neer. Om die gunsteling een beetje neer te halen. En dan zet ik daar zo meteen een Hog Rider voor.
En wat zullen we verder doen? Ik zet nu alvast wel die Hog Rider neer. Dan zetten we hier die Hog Rider neer. Leiden we daar in ieder geval de boel een beetje af. Shit, oké, dit gaat niet altijd mis. Oké, mijn tegenstander is toch wel beter als ik dacht. Ik dacht, oké, dit ga ik makkelijk winnen. Uiteindelijk denk ik ook wel dat ik met 3 kronen kan winnen. Maar het gaat niet zo soepeltjes als ik had gehoopt. Ik wacht even tot dubbel elixir tijd. Zet ik nu hier een ballon neer. Dan zet ik mijn elite barbaren hiervoor neer. En dan gaan we nu gewoon bam voor de 3 kronen. Ik wil eigenlijk nog mijn Goblin Ton daar neerzetten. Die zet ik daar ook naar neer. En we hoeven nog maar een paar hits te doen. En dan is zijn toren kapot. Oeh, dit verdedigt hij ziek goed, man. Wat? Oké, nice. Die zijn in ieder geval allemaal dood. Mijn Hog Rider, die wil ik daar neerzetten. Die zet ik nu ook daar neer. Zet ik hier even een tornado neer. Om daar, een boel een beetje te verdedigen. Shit, ondertussen krijg ik trouwens een berichtje. Maar ik win wel met 3 kronen. Het scheelde trouwens helemaal niks. Ik had mijn tegenstander flink onderschat. Maar weer met 3 kronen gewonnen. Ik heb gewoon elk potje met 3 kronen gewonnen. Dat is wel ziek. Oké, ik weet het goed gemaakt. Ik ga toch 1 keer 10 euro giftcard weggeven. Ik vind het een beetje stom dat ik dan alles win. Ja, het is wel nice, maar dat het dan geen giveaway is. Dus ik geef 1 keer 10 euro giftcard weg. Het enige wat jij moet doen is me volgen op Instagram. En even een reactie achterlaten onder mijn laatste foto. Dat je meedoet met deze giveaway. En dan zie je volgende week of je hebt gewonnen. Of dat je helaas niet hebt gewonnen. Maar je kan natuurlijk elke week gewoon meedoen. Maar dit was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dus ja, laat natuurlijk dat duimpje omhoog achter. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!